Vandaag gaan wij maken Marokkaanse harira. En dat is de soep die veel gegeten wordt in deze tijd, hè, met de Ramadan. Want het is Ramadan, koekoekoe Ramadan. Het is Ramadan en dan eten ze aan het einde van de vastdag heel vaak harira. Maar in deze soep zit heel veel. Ik ga het even opnoemen. Let goed op, het gaat als een raketje. Komt-ie. Verse gember. Tomatenpuree. Wortel. Knoflook. Peper. Zout. Gemberpoeder. Kurkuma. Kaneel. Ras el hanout. Harissa kruiden. Korianderpoeder. Komijnpoeder. Tomaat. Bleekselderij. Zoete aardappel. Kipfilet. Ui. Rode peper, bouillon, paprika poeder, gepelde tomaat, linzen, kikkererwten en verse kruiden, koriander, peterselie, selderij. Dus, dat zijn alle ingrediënten. Dat zijn er heel veel. Er komt ook nog water bij. Ha! Maar, wat doe ik eerst met die water? Handen wassen! Handen zijn gewassen. We kunnen aan de gang. Deze gaat alvast zachtjes aan. Deksel eraf, hebben we nog niet nodig. We gaan alles snijden, daarin doen. Maar ik ga een beetje de volgorde uitleggen. Omdat we met kruiden werken en specerijen, ga ik die specerijen eerst eens even aanbakken erin, in de olie. Waardoor die specerijen hun smaak af gaan geven en hun geur af gaan geven. Dus die gaan er eerst in. Olie! Olie zit in de pan. Ga eerst de uien snijden en dan de knoflook. Kunnen die alvast lekker zweten. Moet je dat laten zweten. Wappa, wappa. Nee. Zweet in de pan. Let op. En het leuke hiervan is dat je niet zo heel erg netjes hoeft te snijden. Want we gooien ook nog de staafmixer er doorheen. En er komt ook nog kip in. Dus die staafmixer die gaat zeg maar voordat de kip erin gaat. En eigenlijk voor de kikkererwten en de linzen. Dus dan gaan we nog even staafmixen. Laat ik allemaal zien hoor. Hey, heel rustig aan. Hold your horses. Eerst de ui. En dit recept heb ik van een echte Marokkaanse gehad. Ik heb vroeger gewerkt. Werkte ik nog in de meubelen. Verkocht ik meubelen. Had ik een Marokkaanse collega. Zoubida. En die heeft me dit recept gegeven, maar die zei wel, hey, luister vriend, doe ook wat van jezelf erin. En daarom doe ik hem ook een beetje anders dan anders. Dus ik maak hem iets anders dan dat een Marokkaanse zou doen. Goed, hij is net zo lekker hoor. Bleekselderij. Doe ik ongeveer 4 stengels in stukjes. Hoppa, er ook bij. En dat doen we wel van tevoren, want dat kan lekker gestaafmixerd worden. En het is een beetje een, het is een maaltijdsoep. Dus het wordt een beetje dikkere soep. Dat betekent dat je hem gewoon voor vanavond, dus kan je hem zo in een bakje doen. En dan heb je een heerlijke maaltijd. Doe je misschien een stukje pie erbij. Dus een stukje Turks brood kan je erbij doen. Heerlijk, kan je een beetje indopen. Maar dit is de ultieme maaltijdsoep. Maak nou even wat meer. Dan kan je hem ook even naar de buurvrouw brengen, of naar de buurman, of naar je tante, of naar je oom, of naar je opa, of naar je oma. Dan kan je nog een beetje wat rondbrengen. Doe je het in een bakje, zeg je, hey, opwarmen in de magnetron of in een pannetje. Heb jij een heerlijk maaltje voor vanavond? Doe hoor, moet je doen. Hier, doen we al een beetje water bij. Dan kunnen die smaken helemaal door elkaar blenden en in elkaar en zo. Blub, blub. Lekker hoor. Oh. Absoluut lekker. Selderij doen we erin. Doe ik een beetje van. Selderij. Selderij. Die gaat er ook in. En een beetje
peterselie op. Een liter pita peterselie. Hoepsevloets. Hup, zit er ook in. Ondertussen gaat er één blik linzen in. Die ga ik wel mee pureren. Andere blik linzen ga ik nog niet pureren. Dus deze gaat mee erin. Die pureer ik straks mee. En dan doe ik alles erop en eraan. Hè. Sap, alles. Linzen, sap. Behalve het blik. Dat doe ik er niet in. 2 liter water gaat hierbij. 2 liter water. Dan zetten we hem even ietsje harder. En dan gaan de tomaten erbij. Want die gaan we ook mee pureren. En de tomaten gaan gewoon in stukken. Willekeurig zie je toch helemaal niks meer van. Dus of ze er nou mooi of niet mooi in gaan, niemand ziet er wat van. Ja, jullie nu. Tomaten gesneden, die gaan erin. Oké, dus waar waren we mee begonnen? Ui en een beetje knoflook, de specerijen. Daarbij staat ook nog kaneel. Heb ik niet laten zien, maar die heb ik er ook in gedaan. En dan ga ik nu over tot het schillen van de zoete aardappel. Laat de soep nou even 20 minuutjes even pruttelen. Heel rustig aan pruttelen. Voordat je de staafmix erin gaat doen. En dan kan de rest erbij. Dus dit ga ik even in blokjes snijden en alvast klaarzetten. Ik ga de kip alvast in blokjes snijden en alvast klaarzetten. Doe ik een beetje peper en zout op. Dan heeft het een beetje smaak. En dan gaat dat er straks in. En even een tipje van de chef. Luister, als je die plank hebt en je zegt, nou maar dat is allemaal veel te wankelen. En hij schuift de hele tijd. Doe je er gewoon een natte doek onder. Zoals ik hier. Nat doekje. Of een nat keukenpapiertje. En dan leg je hem erop. En dan doe je. En dan kan hij geen kant meer op. Die ligt vast, man. Die ligt gewoon vast. Dan ga ik even de kipfilet snijden. Nou, kipfilet. Ik ga het nu met mijn handen aanraken. Dan ga ik het snijden in blokjes. Dan doe ik het hierin. Doe ik eerst mijn handen wassen en dan doe ik pas peper en zout. Want kip, het meest veelzijdige stukje vlees, is rauw niet zo heel goed. Dus ik ga hem wel snijden. Dan ga ik alles even wassen wat ik moet wassen. Dus dan ga ik het eerst eventjes snijden. En die doe ik gewoon in blokjes, hè. Gesneden, ga ik eerst mijn handen wassen en het bord wassen en mijn mes wassen, want die heb ik nog wel even nodig. Als het een beetje pruttelt, doen we erbij de gepelde tomaten. 2 blikken gewoon, want we gingen het voor de buurt maken ook. Hè? En als je nou wil proeven, tussendoor, wat heel belangrijk is, dan kan je dat op de volgende manier doen. 2 lepels. Met die ene lepel haal je het eruit. Schep je het op die andere lepel. Daarmee proef je. Deze kan er steeds in. En die kan er ook steeds in. Wel even goed apart houden hè, van elkaar. Niet dat je het straks omdraait. Dan zit je er nog met je vieze lepel in. En op dit moment doen we ook de bouillon erbij. Ik kies nu voor groentebouillon. Het kan natuurlijk ook gewoon kippenbouillon of rundebouillon zijn. Maar ik kies nu voor groentebouillon. Pruttelt nu toch, kan ik er nog wel eentje vertellen, let op. In een vliegtuig zit Trump en er zitten Boris Johnson en Merkel. Dus de president van Amerika, de president van Engeland en de president van Duitsland. En er zit een meisje van 10, zit ook in het vliegtuig. Maar het vliegtuig komt onderweg problemen met het vliegtuig. Ze moeten eruit springen, parachute om en eruit. Trump zegt, ik ben de beste. En ik ben de slimste. Dus ik ga eruit, pak een parachute, boep, weg. Johnson zegt, ho, in de COVID-19 tijd, ze hebben mij nodig hoor, daar. En poep, pakt een parachute en springt weg. Merkel zegt, neem jij mijn parachute maar,
Ik heb mijn leven erop zitten. Doe jij maar, jij hebt nog een heel leven voor je. Pak jij dat parachute maar. Nou, zegt ze, er liggen er nog twee hoor. Want die hele slimme man uit Amerika, die heeft mijn schooltas meegenomen. Staafmixer, we gaan hem even staafmixer even pureren met deze jongen. Voorzichtig ermee nou. Proeven. Weet je nog? De lepel die erin komt. Op de andere lepel. Het is nou al heel lekker. Dan komt nog veel meer bij. Want bij de kip doen we peper, beetje zout. Dat roeren we even door elkaar. Laten we nog heel even staan. Zoete aardappel mag erbij. En de kikkeretten mogen er mij. En ook hier hou je het sap er gewoon bij. Linzen. Hoppa. Erbij. Kip er mij. Nou, en nu laat je hem nog lekker 20 minuutjes lekker pruttelen. Mag met de deksel erop, mag met de deksel eraf. Ik doe er nog een klein beetje peterselie en een klein beetje koriander mee. Koriander. Beetje peterselie. Roeren. En pruttelen laten die handel. En vind jij nou dat het echt wel een beetje te lang duurt en je zit maar thuis en je hebt niets te doen? Weet je wat echt heel leuk is? En dat hebben jullie op school ook wel, denk ik. Kahoot. En ik heb onder de drukken een aantal Kahoot-quizzen gemaakt. Dus die kan je gewoon gebruiken. Staat de gekke dierenquiz staat er, of het kinderkokenvee-quiz, of alles over eten-quiz. Kan je gewoon doen. Een paar maten uitnodigen. Kan je gewoon online doen, hè? Hey, lekker een paar vrienden uitnodigen of vriendinnen. En dan ga je gewoon lekker Kahoot doen. Online. Soep heeft ongeveer 20 minuten, een half uurtje lekker doorgeprutteld. Dus kip, gaar. En de zoete aardappel, gaar. We gaan het inschenken. We gaan het gewoon proberen. Wow. Die is rijk hoor. En rijk betekent dik gevuld. Kijk nou eventjes. Wat ik er een beetje op doe, is een beetje Griekse of Turkse yoghurt. Kijk eens even. Oh, doe er nog een paar korianderblaadjes ook op. Voor fashion. Gewoon mooi, leuk. Oeh, dit ziet er wel goed uit hoor. Hey. Pak jullie er even bij. Nou, dan ga ik proeven. Lekker even die yoghurt er doorheen. Kijk eens even heen. Kikkeretjes. Linzen. Allerlei kruiden. Dat ga ik gewoon proberen. Niet te geloven. Zo lekker. Het is heel kruidig. Maar niet overheersen. Het is een beetje pittig, maar niet heel scherp. Het is echt heerlijk. Nog één hap. Heerlijk. Echt heel lekker. Oké. Okay. Harira. Gewoon geweldig. Wees lief voor elkaar. Help elkaar. Hou anderhalve meter afstand. Nies in je elleboog. En maak de allerlekkerste harira van Nederland. Dikke kus. Doei doei.